Het is eindelijk echt winter in Nederland. De een geniet ervan en de ander totaal niet. Deze automobilist bijvoorbeeld heeft pech. Het autobedrijf moet langskomen om te helpen. Heeft u veel storingen met dit winterweer? Ja, we laden veel storingen. Veel hulp hebben ze nodig voor een startaccu aanstarten, zeg maar, en zo. Ja, dat is erg druk. Dus best lastig met dit weer? Heel lastig, ja. Ja. En dan wil de bus er ook nog langs. Ja, dat ook nog. Ja, nou, ja, ik kan het ook zo niet helpen. We moeten maar even wachten. Ja, want de auto blijft hier staan, begrijp ik? De auto blijft hier staan, ja. Want dan moet eerst een andere sleutel bij komen. Het autobedrijf met gestrande automobilist vertrekt. Met een bus achterlatend die de bocht door een lantaarnpaal nu niet kan maken. Ja, die auto is stuk, hè? Ja, zo ziet het er wel uit. En nou kunt u er niet langs met de bus. Klopt. Dat zei ze wel. En nu? Wacht, hè? En de mensen in de bus kunnen niet verder? Dat zei ze wel. Overmacht, kunnen we niks aan doen. Oké, nou succes met wachten dan. U zit in ieder geval warm. Absoluut, dat is waar. En we hebben een mooi uitzicht, dus... Met een bak koffie en een prachtig uitzicht kan de chauffeur dus nu genieten van andere winterliefhebbers. Nou, wat vindt u van het winterweer? Nou ja, ik ben op zijn tijd gek van winter. Schaatsen heb ik helemaal niets mee, dat heb ik nooit geleerd in mijn jonge jaren. Maar sneeuw wel. We gaan over 14 dagen gaan we een week naar Oostenrijk toe. Dan hopen we dat dan ook zoveel sneeuw ligt. Ja, nou, het is voor u is het lekker genieten, maar er zijn ook mensen met pech met de auto. Ja, ik ben gisteren ook met de auto weg geweest. Nou, dat is oppassen geblazen. De buschauffeur doet ondertussen een oproep aan de politie. En dan is het lang wachten, tot uiteindelijk de politie er is. Aangezien de deur van de auto met sleutels in het contact is dichtgevallen en op slot is, helpt de politie met het openen van de auto. Ja, en ondertussen is de chaos op de IJsselkade compleet als er ook nog een ambulance langs wil. Na een tijdje is dan eindelijk de auto open en kan iedereen zijn weg weer vervolgen.